bij de eerste video. En dit is waarschijnlijk de belangrijkste video die je gaat kijken in de Ecom Elite University. In deze specifieke video ga ik je alles vertellen over product research en hoe je dit het beste kan gaan doen. En dat is eigenlijk een super cruciale factor voor jouw succes. Want je product is het eigenlijk het aller 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 belangrijkste in je business. Laten we er gelijk induiken in alles wat je nodig hebt. De Ecom Elite Product Index heb je nodig en die krijg je van mij helemaal gratis. Google Trends gaan we gebruiken. We gaan zowel Amazon als bol gebruiken. AliExpress DS'ers en YouTube voor het onderzoeken van jouw producten. Je kan producten via verschillende platformen zoeken. Zoals Well, Spy, AdSpy, verschillende tools via AliExpress DS'ers. Mij maakt het niet uit welke tool jij specifiek gebruikt om je producten te vinden. Mij maakt het uit of het product daadwerkelijk door al deze criteria heen gaat. En dat is het allerbelangrijkste. En dat ga ik je specifiek uitleggen in deze video. Productindex. En dit is stap nummer 1. Hier hebben we 9 criteria en je product moet altijd aan 3 van deze 9 criteria, criteria voldoen. Ik ga ze stap voor stap met je doornemen, zodat je elke begrijpt. 1 is verbeterd zelfvertrouwen. Je kijkt naar het specifieke product en kijkt ernaar of de man of vrouw in kwestie daadwerkelijk meer zelfvertrouwen gaat krijgen als ze dit specifieke product gaat gebruiken. 2, verbeterd gemak. Maak dit product jouw leven gemakkelijker of dingen in jouw leven gemakkelijker. Dat is een hele cruciale factor. Want als mensen dingen gemakkelijker voor elkaar gedaan kunnen krijgen, zijn ze bereid daarvoor geld te gaan betalen. Nummer 3. Lost een probleem op slash vult een behoefte. Een probleemoplossend product is super waardevol. Want als iemand een probleem heeft, dan wilt hij daarvan af en is hij daar dus bereid voor geld te betalen in ruil voor de oplossing van het probleem. Het besparen van tijd. Als mensen dingen sneller gedaan kunnen krijgen, dan zijn ze bereid daarvoor geld te gaan betalen. Hetzelfde voor geld. Als mensen geld kunnen besparen, zijn ze bereid daarvoor geld te betalen. In de illusie dat ze geld gaan besparen. Is jouw product extreem uniek, dan is dit een superfactor om te gaan verkopen. Dus dan moet je denken aan producten die niet bij de gamma, niet bij de Action, niet bij de HEMA liggen. Echt zoiets wat je niet snel ziet. Verbetert kwaliteit van leven. Als een man of vrouw of kind daadwerkelijk een beter leven krijgt door het gebruik van jouw product, is dat geweldig, want je helpt de klant met een beter leven. Vrouwen dominant. Is het product voor vrouwen? Is het zeker interessant. Vrouwen kopen over het algemeen het meeste online en daarom focussen we ook op deze specifieke markt. Hoge geschatte waarde. Dus als de klant schat dat de waarde van het product hoog is is die ook bereid een hogere prijs te gaan betalen voor jouw specifieke product, zonder te weten wat de daadwerkelijke inkoopprijs hiervan is. Stap 2. Google Trends. Je hebt jouw product gevonden, je hebt hem door de criteria heen gehaald, en nu is het taak om te kijken of jouw product zichzelf in een trending markt bevindt. Ga naar googletrends.com en dan nemen we daar de volgende stappen door. Voor dit specifieke voorbeeld heb ik de fashion niche gebruikt. En als je een product hebt gevonden, dan pak je het zo breed mogelijk een woord. Dus als je een jurk hebt, gebruik je het woord fashion. Pak dingen zo groot mogelijk aan. En de instellingen die we gebruiken, aangezien we in Nederland en België verkopen en daarmee starten, is Nederland, afgelopen 90 dagen en Google zoeken. Nou, waarom doen we dat nou precies? Omdat je dan ziet dat in de afgelopen 90 dagen veel mensen hebben gezocht en gekocht in de specifieke niche van fashion. Dat is super waardevol, want je wil geen producten gaan testen in een niche waar mensen niet naar zoeken en niet naar kopen. Er zijn drie punten waarbij je hierbij rekening moet gaan houden. Of het momenteel boven de 35 zit, qua punten. En je ziet dat hij hier net onder de 75 zit, ongeveer op de 70. Dus dat is top. Boven 50, minstens 50% van de tijd. Je wil dat die boven de 50-lijn zit, boven de helft, minstens 50% van de tijd. Nou, hierin zie je dat die maar volgens mij twee of drie keer net onder de 50 komt. Dus dan hoef je specifiek nog niet eens te tellen. Dit is eigenlijk een super grafiek. En je ziet dat dit een super voorbeeld is om mee te gaan verkopen. De grafiek is stijgend van begin tot eind. Je ziet dat deze grafiek net stijgend is van begin tot eind. Maar aangezien de interesse in dit product altijd specifiek zo hoog is, kan je doorgaan naar de volgende stap. En de volgende stap is jouw specifieke product opzoeken op Bol of Amazon. En aangezien we in Nederland verkopen, raad ik je aan om eerst op Bol te gaan kijken. En op Bol zoek je jouw specifieke product op. Je kijkt even kort naar de prijzen die je andere verkopers vragen. Je kijkt naar de titel als inspiratie. Je kijkt naar de foto's voor inspiratie voor later, voor in jouw proces. Maar je kijkt ook zeker naar de reviews. En naar het aantal concurrenten. Dat kijk je even kort door. En dan kan je doorgaan naar de volgende stap. Dat is puur als indicatie om te kijken van oké, okay, verkoop mijn product ook op andere marketplaces... Dan is het vaak ook een goede stap om te gaan verkopen op je eigen webshop. Oké, okay, als je je product gaat opzoeken op AliExpress, gebruik dan enkelvoudige termen. En wees zeker voorzichtig met spelling en grammatica. Dat is super belangrijk, omdat je gewoon de best mogelijke producten wil gaan zoeken. Je kan ze gemakkelijk via AliExpress gaan vinden, via DS'ers of via andere tools zoals Walespark. Dat ga ik je stap voor stap uitleggen, en daarin. Ga ik je meehelpen in het gehele proces van het vinden van winnende producten? Ik heb hier een aantal voorbeeldproducten gepakt, die ik zelf heb gevonden op AliExpress. Veel van deze producten heb ik de afgelopen jaren verkocht. Je wil eigenlijk kijken naar hoeveel bestellingen er zijn op jouw specifieke product. En je ziet eigenlijk op veel van deze producten dat ze meer dan 25.000 bestellingen hebben, zoals bijvoorbeeld de, de showerkop en de multifunctionele waterdichte tape. Die hebben meer dan 25.000 bestellingen. Dan is het verzadigd. En dan wil je het product dus niet meer gaan verkopen. Nou, mocht je product dus onder deze 25.000 orders zitten. Uh, en uh, toestaan aan Google Trends. Uh, voldoen aan de Product Research IE-index. En voldoen aan Google Trends. Dan kan je door naar de volgende stap. En dat is de allerlaatste. Oké, okay. je kijkt naar het specifieke product. En je kijkt naar de varianten. Zoals je ziet heb je hier gewoon meerdere varianten in je specifieke uh, listing staan. Dit specifieke product heeft meer dan 25.000 orders. Dus dat is niet relevant. Maar het relevante is, hieraan is dat het meerdere varianten heeft. En je wil eigenlijk de vier beste varianten gaan verkopen op jouw specifieke store. En dat kan je checken door bij recensies te gaan kijken. En dan zie je welke vier varianten het meest verkocht worden. En deze vier ga je uiteindelijk toevoegen aan je store. En we doen vier omdat mensen anders keuzestress gaan ervaren als je te veel producten gaat toevoegen. Oké, okay, voor je verkoopprijs. Je wil eigenlijk tenminste 20 euro plus doen als je je product hebt. Dus de prijs op AliExpress plus de shipping. Hier heb je bijvoorbeeld 3,93 euro. Dat doe je plus 20, 23,93. euro. Maar we ronden naar bovenaf voor marketingtechnische redenen. Dan maak je het 24,95. En als het lager was, als je het 19,95 gemaakt. En zo bepaal je ook eigenlijk gelijk je prijs van je specifieke product dat je gaat verkopen. Als laatste stap, en dit is de enige stap die je eventueel kan overslaan in het proces trend product research op Shopify. Je zoekt je specifieke product op op YouTube afgelopen jaar en je vindt meer dan vijf video's met 5000 views in één jaar tijd, in het afgelopen jaar. En daarmee zie je dus dat mensen daadwerkelijk content maken voor jouw specifieke product. En het daarmee willen gaan verkopen online. Nou, voldoet jouw product aan alle stappen. De E-index, Google Trends, Amazon Bol, AliExpress, Geen Verzadiging, YouTube. Dan heb je een potentieel winnend product gevonden. En ik wil dat je dit proces 20 keer gaat herhalen. Dat we straks 20 daadwerkelijke producten hebben. Ik heb hieronder ook nog het Ecom Elite productarsenaal arsenaal voor je. En daarin kan je je producten makkelijk gaan invullen in Excel en dat je een mooie lijst van producten krijgt. En eigenlijk maak je zo je Product Index en gaan we deze 20 producten uiteindelijk testen voor je. Ik wens je super veel succes met het vinden van je winnende producten en ik zie je snel in de volgende video.